Ik ben laatst samen met mijn familie naar Center Parcs er bij de Impair geweest en ik heb jullie gezellig meegenomen. De eerste dag, de vrijdag. Aangekomen in het huisje na ongeveer een autorit van een half uur. Ik kwam zich niet heel ver van België af. En ze gingen naar de Marketoom eten. Eten is besteld. Avondeten wordt hier lastig, want ze hebben bijna geen vegetarische dingen. Dus ik zit in de maandstal aan burger met vrienden of vegetarische bitterballen. Maar dat noem ik niet altijd avondeten. Terwijl ze hebben wel gewoon broodjes, maar die zijn maar 5 uur te bestellen. Maar goed, dus ik ben dus terug naar de bungalow. Om even lader voor mijn koptelefoon te halen, want ik word gek van al die krijzende kinderen. En papa heeft ook een telefoonoplader nodig. Kijk, we hebben dus een huisje voor mij, omdat ik niet altijd heel goed kan lopen en zo door medische dingen. Oké, toen was de telefoon vol, dus ik moet even via Snap doen. Maar ik druk deze knop in. En die deur gaat automatisch open. Nee, maar het is ook zo dat ik altijd in de rolstoel kan stappen en zo als het nodig is. Ik verwacht dat die deur weer dicht is. Goed, daarna dus het avondeten opgegeten. En 's avonds heb ik nog even achter mijn laptop gewerkt. Hier was ik een thumbnail aan het maken. Verschilt een beetje per video, maar over het algemeen doe ik een kwartier tot 20 minuten over een thumbnail. Ik maak deze binnen Adobe Photoshop. Ja, dan moet natuurlijk ook een foto worden gemaakt voor die thumbnail. Dus ik kan de foto geselecteerd van mijn telefoon. Tekst erbij. Ik probeer altijd zo min mogelijk tekst op mijn thumbnail te zetten. En de thumbnail exporteren en richting YouTube zetten. En dan op mijn telefoon zet ik er even de beschrijving en zo bij de YouTube video. De tweede dag, de zaterdag. Goed, we begonnen natuurlijk met samen met mama ging ik naar het ontbijt. Dat was een plan. Ik dacht dat ze vast stonden op het water. Dat ging niet zoals gepland. Maar goed, we zijn weer in de Marketoom. Nou, op vakantie is het heel lastig vegan eten, dus dan hou ik meestal gewoon vegetarisch aan. Oké, mama gaat nu koffie voor mij halen. Met een grapje was 40 euro. En morgen weer. Ik ga daar nog een tweede rond lopen, denk ik. Ja, met die keelontsteking die nou aan het ontwikkelen is bij mij. En mijn misselijkheid, eet ik gewoon geen donder, normaal gesproken. Ik heb na die burger misschien ook niks meer gehad. Maar ja, komt goed. Daar is mijn kind, daar is mijn baby, daar is mijn levensredding. Maar ze hebben hier geen peren. Dus we gaan straks naar de supermarkt en daar kijken of ze wel peren hebben. Top. We hebben wel veel zo ongevoelde wat ik hier nu zag. En toen gingen we naar een winkelcentrum in de buurt met de Koolruid, Action, Kruidvat en zo. En hiervan kun je spullen herkennen van video's die al online zijn gekomen of nog online gaan komen. Want die heb ik ook daar gekocht. Stitch natuurlijk. Stitch is mijn baby, Stitch is mijn kind. Die heb ik nodig. En ik kwam nog meestal tegen in de Action. Goed, daarna door naar de Koolruid dus, zoals ik net al zei. Deze kun je ook kennen van een andere YouTube video. Koolruid is gewoon
één grote winkel waar ze ook allemaal schuisspullen en alles hebben. Gewoon letterlijk. Dit zakje was trouwens 9 euro of zo. Dat is echt niet oké. Starbucks, oh my god. Starbucks. Laagste prijzen. Ja, was niet echt te werken. Maar goed. Terug op het park. En we gingen weer terug richting de marathon. Ja, ik begon ziek te worden. Eigenlijk de dag vooral, maar hier werd het pas echt erg. En dat ik ook een koorts kreeg en zo, was heel leuk. Toch nog een stukje taart naar binnen gewerkt. Vraag me niet waarom. En terug zien is. Goed, toen ging ik weer even terug naar het huisje. Om wat spullen te halen. Een armbandje waar niet meewerken, waarmee ik het huisje in kon. Daarna, volgens in de marketing, heb ik nog even gewerkt voor school. En toen zijn we overgegaan richting de Paluba en ben ik ook nog video's gaan editen. Vliegtuigje, bitterballen. En toen was het tijd voor de Ori Afghaanse show. Welkom, welkom en bienvenue. Seid ihr bereit für ein neues Abenteuer von Ori und seinen Freunden? Vous êtes prêt pour une nouvelle aventure d'Ori et ses amis? Zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Ori en zijn vrienden? Ga er dan maar goed voor zitten en houd je fototoestel erbij, want als je dit ziet, dan kun je de leukste foto's maken. Oh, wacht nou! Hey! Hoi! Ik had een vraagje. Zijn jullie er ook jongens? Wat zijn al die jongens? Daar zo! Er zijn er ook meisjes! En dan wap! Hey, alle kids, oké! Okay. Machine, hè? Machine? Ja, heel... Oh my, hier is nog zo red ik het dit. Tada! Ori, dat is een trompet en die doet red ik het dit. Oh. Ja, doe maar mee, Ori. Oh ja. Red ik het dit! Oh, nu snap ik het. Kunnen jullie dat ook? Wacht, hè. Ze, doe maar allemaal zo eens een trompet na. Hou ja. Maar vast met je handen zo. Oh, je handen zo. Met je vingertjes hier kan ze op de knoppetjes duwen. Ja, en dan gaan we allemaal samen spelen op de trompet. Dan spelen we het samen. Daar gaan we. Hoe doet de trompet? Rettekutet! Oh! Maak maar kabaal, Ori. Oren dicht. En... Oh, we kunnen toch ook gewoon iets anders daarmee doen? Gelijk kunnen we het wat anders daarmee maken. Ja, maar wat dan? Ja, maar je moet hem wel terugslaan, hè? Ja, oké. Okay. Ah ja, oké, okay. Nu zijn we. Komt ie, Ori. Pak aan. Ik moet een grenade voor de deur. Ik maak de meditation. Doe jij de trompet? Ik moet zo staan. Ik en Sipaal schitteren gewoon. Je bent wel echt heel goed gekomen, hè? Dat is de derde keer al dat ik je zo hoor kuchen. Wat? Kuchen? Dat was jij toch? Nee, jij. Nee, jij zat in de rook. Jij zat recht in de rook. Dus ik dacht dat jij niet... Frida, geef het nou toch op. Deze muziekmachine is al jaren stuk. Hij heeft eigenlijk nooit goed gewerkt. En jij dan? Het is niet op te lossen. Deze machine is irreparabel. Rep, het is de machine. De machine kan praten, de machine kan praten! Als ze klein is, zit ze misschien wel verstopt in onze machine. Wat slim zeg! Ja. Ik zoek mee! Einde figurine! Het is precies zo'n soort kat. Einde katse, Usha. Dag mevrouw, aangenaam. Ik ben Rep en dat daar, dat is Ori. Wie bent u? Ik ben mevrouw Pussymau. Zangeres en ster van deze orkestbak. Beste publiek, graag uw aandacht voor dit cultureel evenement. Hier heeft u jaren op gewacht. U wordt als publiek echt verwend. Oh, dank u!
geen tijd voor. Oké, ik ben dus even naar het toilet gelucht. Dag, kwamen mensen binnen. Ik hoop dat ik met een keelontsteking en helemaal verkouden hier rond. En dus als mama hoort het niet aan mijn stem, het is gewoon niet leuk. Leuke vakantie, joh. We gingen dus net een voorstelling, zodat ik me fotograferen. Het was een kleutervoorstelling. Ik schaam me nog dat ik daar net zat. Gegeten in de marketoon en toen gingen we zwemmen. Oké, er was net ook in het zwembad besproken met mama dat ik maandag uit blijf van school. Omdat ik gewoon te ziek ben. Yay! En daarna heb ik mama nog koffie en een drankje gedaan. En toen was het weer tijd om terug richting het huisje te gaan. En te gaan slapen. Maar eerst even snel weer naar binnen werken voor een analytische video. De derde dag, de zondag. We waren weer vroeg bij voor het ontbijt. Dat is echt rond een uur of acht. Vogels en zo waren allemaal gewoon. Koffer ingepakt. Nog een drankje gedaan. Dingen gekocht voor YouTube. En toen was het weer tijd om te gaan zwemmen. Nog een Capri-sun. Van de vier wou ik dus ook gaan drinken met prik meer door mijn keel. En toen gingen we naar de alpaca-boerderij. De geiten klommen bij ons op tafel. Ja. Het waren twee eigenwijze geiten. En ik vond het wel een superleuk weekend. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer video's. En doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende video.